Ik ben Jeroen Kampscher, 19 jaar. Ik ben Paralympisch skier. Ik train fulltime om de beste van de wereld te zijn. Ik ben geboren zonder scheenbenen en toen ik 1 jaar was zijn mijn onderbenen geamputeerd. Mijn ouders die wilden altijd op wintersport. Dat was natuurlijk best wel een dingetje. Hoe gingen ze mij meenemen? Zitskiën kwam er natuurlijk uit. Ik ben naar een talentdag gegaan toen ik 7 jaar oud was. Zo een beetje begonnen op de borstelbaan in Nederland. Was helemaal gaaf en zo hoor je daar een beetje in. Ik heb in mijn jeugd geen last gehad van mijn beperking. Ik heb overal altijd aan mee kunnen doen op mijn manier. En anders ging ik gewoon wat anders doen met andere vriendjes of vriendinnetjes. Ja hoor, ik zocht mijn eigen weg wel een beetje. Trainen is soms leuk, soms niet leuk. Het is leuk om progressie te zien, maar het is af en toe wel heel zwaar om te doen. Zodra ik wat wedstrijden begon te doen en echt steeds beter werd, dan merk je wel echt dat je ineens heel veel beter wordt en toch wel veel progressie hebt. Kees-Jan van der Klooster, dat is een zitskier voor mijn generatie eigenlijk. Die zei al gelijk, Jeroen, dat is de slalom king. Een paar jaar later bleek dat toch wel redelijk het geval te zijn. Nou, wat gouden medailles op World Cups. Mijn zomer zag er voor de Spelen heel druk uit in de bergen. Toen gingen we naar Nieuw-Zeeland en naar Noorwegen op plekken waar nog sneeuw lag. Ja, soms ook maandenlang op Papendal zwoegen om sterker te worden en breder te worden. Zodat we in het skiseizoen weer kunnen focussen op skiën. Ja, als ik de berg af ga, dan krijg ik een heel euforisch gevoel. We halen dan topsnelheden van over de 100 km per uur. Ja. Je krijgt een enorme kick, adrenaline. On top of the world ben je gewoon, ja. Ik denk dat je alles kan bereiken wat je wilt, zolang je het maar graag genoeg wilt. En heel hard daar je best voor gaat doen. En dat heb ik zelf ook gemerkt met het skiën. Ik vind dat zo leuk en ik wil daar zo graag de beste in zijn. En daarvoor train ik er zo hard voor. En ik denk dat je daarmee de beste wordt. Skiën is zeker het ultieme prijsgevoel voor mij, ja.